Ja, vrienden, ik maak me een beetje zorgen over TV-land. Ja, wat gebeurt daar allemaal? Hebben jullie ook? Ja, ik kijk maar mee met Jut. Want Jut die zegt van ja, leuk, we gaan Droomhuis kijken. Dus dat soort programma's, dat kijk ik dan gewoon allemaal mee met Jut. Dus ik zit Droomhuis te kijken. En ik zit gewoon te wachten op die Sijbrand Niezer. Ik heb het een tijdje niet gezien natuurlijk. Komt daar die Staks, of hoe heet het, Dionne Staks? Ja, zegt Jut tegen mij. Ze hebben die Niezer eruit gegooid. En waarom? En dat is dan weer typisch tv. Dat is dan weer het veranderen om het veranderen. En dan komt die Staks, Dionne Staks. Ja, die heeft de persoonlijkheid van een koffiefilter. Ja, dat weten we allemaal. En ja, dan wordt zo'n programma toch een stukje minder leuk van wat die Niezer. Ja, daar kun je van vinden wat je wil. Hè. Die heeft dan toch wel iets meer persoonlijkheid dan die Staks. En zo zijn er meer programma's waarin ze dus mensen weghalen, het veranderen om het veranderen, of er moet maar een leuke jonge meid in of zo, of een leuke, dat weet je wel, je wordt er gek van. En dat is dan bijvoorbeeld ook gebeurd bij Spoorloos. Daar kijk ik ook mee met Jut. En dat was dan soms wel leuk. Weet je wel, met die Derek Bolt. Want Derek, ja, die ging dan zogenaamd, ja, ging die dan nog op zoek, hè, naar tandeloos vrouwtje in Colombia. En ja, maar dat was natuurlijk al lang geproduceerd. Maar daar keek ik dan toch nog wel met lol en plezier naar. Want dan zat hij weer in zo'n hotelkamer goed na te denken. Die Bolt, weet je wel, te tikken, te bellen en zo. Was allemaal al geregeld, maakt niet uit. En die is dan vervangen door ene Jetske van de Elsen of zoiets. Ja, god. En dat is dan ook weer heel veel minder. Dus al die programma's worden minder. En waarom is dat nou? Blijf nou met je tengels van die programma's af. En laat die mensen gewoon dat doen. En die doen dat al heel lang. En er is dan niks meer aan de hand. En dat hebben we dan ook gezien. Bijvoorbeeld bij Goodbye Hello. Of, Hello Goodbye. Van die linzen. Ja, want die linzen gingen ook ineens een keer weer weg. Maar ja, er moest ook weer verandering komen. Er moest weer iemand anders doen. En dat gelukte toen weer niet. En toen moest die linzen weer terug. En dan zie je dat, ja, laat die linzen daarna gewoon op Schiphol tussen die spandoeken staan en al die mensen. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Laat hij dat nou doen. Daar is dan niks mee mis. Er zijn gewoon programma's, daar moet je gewoon van afblijven. Bijvoorbeeld, ja jongens, het is niet om aan te zien het programma. Het is zo saai en zo treurig. We zijn er bijna, kennen jullie dat? Het is van, met Martine van Os, nou dat is de truttigheid voorbij. Dat is gewoon, die mevrouw komt uit een vorige eeuw. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. En ja, maar goed, die moet je er niet afhalen, die Martine van Os. Want dan gaat het helemaal mis met We zijn er bijna. En dan heb ik één heel, heel dringend verzoek. Beste vrienden, blijf in godsnaam daar bij die NPO en EO en weet ik veel waar het allemaal wordt uitgezonden. Blijf af van het familiediner, alsjeblieft. Alsjeblieft. Kom niet aan Bert van Leeuwen. Ik noem hem altijd Bert. En Bert van Leeuwen. Er is niet leuker eigenlijk op de Nederlandse televisie dan het familiediner met Bert van Leeuwen. Bert, heb je wel eens gezien? Als Bert ergens aanbelt bij de deur. En de deur gaat open en die mensen zeggen, oh, maar ik ken u. Die Bert, die gaat helemaal zo, die zie je helemaal opfleuren en die is dolgelukkig. Want Bert is weer herkend, daar gaat het om. En, want oh hé, als er iemand in die deur staat en die zegt, oh, ik weet niet waar u voor komt. Nou, dan is onze Bert diep en diep. Diep ongelukkig. Dus laat ik. En als ik dat gezien heb, die scène in de familiediner, dan stop ik ook met kijken, want dan heb ik het programma gehad. Dus doe mij een plezier. Alsjeblieft. Blijf met je vingers af van het familiediner.